Mannen dragen geen hoofddoekjes, ook bij de moslims niet. Maar toch draagt Jos Baaiers, leraar Nederlands aan het Pleincollege Sint Joris in Eindhoven, sinds maandag een hoofddoek. Hij protesteert daarmee tegen het voorstel van Geert Wilders om belasting te heffen op het dragen van hoofddoekjes. Maar zou Geert Wilders niet helemaal moeten lachen om wat hij doet? Dat weet ik niet, dat moet u aan meneer Wilders vragen. Ja, het ziet er nogal komisch uit, moet ik zeggen. Ja, ik krijg heel wisselende reacties. Sommigen zeggen het staat je helemaal niet. Maar als ik hem afdoe, dan zit mijn haar door de war. En dan zeggen ze, zet hem maar weer op. Wat hoopt u te bereiken? Dit, dat mensen thuis na gaan denken over hoe belachelijk het is dat wij in Nederland in 2010 hoofddoekjes willen gaan verbieden. En dat we nadenken over hoe wij een tolerante, vrije, veilige maatschappij opbouwen. En dat dat niet de manier is waarop Wilders dat denkt te gaan doen. Na één lesuur maandagochtend moest Baaiers zijn hoofddoek van de schooldirectie alweer afzetten. De school vindt het klaslokaal geen platform voor politieke doeleinden. Ja, hoe waren de eerste reacties vanochtend op school? Heel wisselend.